Volgens Rijkswaterstaat is er sprake van een licht verhoogde waterstand. Dit komt door de vele regenval van de afgelopen tijd. De Rijn komt net boven de 13 meter boven NAP te staan. De Oude Dijk bij Lent is op dit moment afgesloten door het hoge water. Door de vele neerslag die de afgelopen dagen in Nederland en ook in Zwitserland en Duitsland is gevallen, stijgt het waterpeil in de Nederlandse rivieren hard, waaronder ook hier bij de Waal. De waterstand van de Rijn zal maximaal 13 meter zijn. Volgens Rijkswaterstaat is er dan sprake van een verhoogde waterstand, maar extreem hoog is het water niet. Het waterpeil in de Rijn en de Maas komt deze week minder hoog te staan dan Rijkswaterstaat eerder verwachtte. De Maas bereikt net geen verhoogde waterstand. Dit komt doordat er de afgelopen dagen sprake was van minder regenval in de Ardennen. Het toppunt van de Maas wordt dinsdag bereikt, daarna daalt de waterstand weer langzaam. Rijkswaterstaat laat ons weten dat de situatie op dit moment niet ongewoon is voor de tijd van het jaar. We zitten in het hoogwaterseizoen en dat loopt van oktober tot en met maart. De piekafvoer van de Rijn wordt verwacht tussen 20 en 22 november en daarna zal de afvoer niet verder doorstijgen en wordt er een daling verwacht. Lager gelegen uiterwaarden en andere buitendijkse gebieden kunnen onderlopen, maar er worden geen problemen verwacht.